Wat doet hij dan? Zag je dat wat hij deed? La 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 la. Sorry, ik vond het eventjes leuk. Hey kijkers van Blokky Games en welkom bij een nieuwe aflevering van Euro Truck Simulator 2. Ik wou eigenlijk multiplayer doen, maar de hele server die crashte hem. Dus ik dacht, nou ja, ik moet opnemen. Ik doe dit keer maar weer een singleplayer. Mijn excuses, maar de servers die wonen weer niet meewerken. Dus we doen vandaag nog eventjes in singleplayer. En de volgende keer hopelijk gaan we multiplayer. Want ik wil ook een keertje multiplayer doen. Voordat we beginnen, heb ik eerst nog eventjes een paar leuke reacties. Zo begin ik altijd de video natuurlijk. De eerste reactie die is van Rado Games. Toffe video, is je nu al te wachten op de volgende. En dat is ontzettend gaaf om te horen. En ik heb er nog eentje van Barry Brothers. Dat begin echt geniaal. Ja, want ik vond het een leuk liedje, dus ik ging zingen. Of dansen, ik ging net zingen, toen ging ik dansen. Had ik er nog eentje. En ik heb er natuurlijk nog eentje en die is van Terrence Paul. Zoals weer een hele toffe video. Ik raad je aan niet veel leningen te nemen. Ik had het wel gedaan en je hebt echt een heel probleem. Dat weet ik, daarom doe ik het ook niet. Ik hoop dat je deze serie heel lang door blijft gaan. Toi, toi, toi. En dat ga ik ook zeker doen. Maar goed, telefoon aan de kant. En we gaan eens kijken wat voor een vracht we hebben. Want we zijn nu in Keulen. Waar we de vorige keer natuurlijk gebleven waren. En we hebben allereerst hebben wij laagopleggers. 11 ton. Dan gaan we naar Frankrijk, naar Metz. We kunnen ook terug naar Amsterdam, maar dat is niet zo leuk. We verdienen hier wel. En 11 ton, dat kan op zich wel. Dat is nog niet zo heel zwaar. Dat scheelt ook al wel, ja. Dus ik denk dat wij voor de lage opleggers gaan. Ik denk dat we dat gaan doen. En het is trouwens ook donker, dus ik heb eventjes geslapen. Maar dat is niet zo erg. Maar ten eerste, natuurlijk... De motor natuurlijk starten, want anders kom je nergens. En dan gaan wij nou naar het vrachtcentrum. Het voordeel is, als het spitsuur is, dan zijn de meeste auto's, die zijn dan al weg. En die kan uit. Zo, ik moet eventjes wel de camera goed hebben. Eventjes kijken, dan moeten wij hier links. We mogen hier 50, dat weet ik, maar... Hier links... Rood licht uiteraard weer, waarom niet? Oh, nou dat scheelt dan weer. Daar is niks, daar is niks. Kijk, en het is natuurlijk midden in de nacht, dus het is... Oh, het is niet zo heel druk op de weg. Dat scheelt dan alweer. Oh, iets te hard op de rem gedrukt, sorry. Oh, enter. Ja, en we gaan dus voor de laag opleggen, dus we gaan naar François. Eventjes kijken, waar is onze vracht? Waar is onze vracht? Daar is onze vracht. Helemaal achterin. We hebben hier genoeg draairuimte, dat scheelt dan ook alweer. Kom op, achteruit. Volgens mij gaat helemaal scheef. Geweldig gedaan, Lars. Goed begin alweer. Om je vracht op te halen, om helemaal scheef te rijden. En daarna niet meer verder kunnen. Oh! Verkeerde gaspedaal. Goed. En die zit eraan vast en we moeten 311 kilometer rijden. En dat is 5 uurtjes. Ah, dat gaat wel lukken, toch? We kunnen natuurlijk ook wel een paar keer een lange vaart doen. Nou, deze is 311 kilometer, dat... Zou nog kunnen. Zou nog kunnen. Alsjeblieft blijf groen. Please blijf groen. Dank u. Het is trouwens voor herrie buiten. En het is 11 ton, dus... die uit. We mogen hier maar 50 km per uur, want we zijn natuurlijk nog in Keulen. Dus wij gaan hier zo meteen rechts... Ta-da-ta-ta-da-ta-ta. En als we op de snelweg zijn, dan kom ik bij jullie terug, dacht ik zo. En hier is de afslag naar de snelweg. Pas op voor het bordje natuurlijk. Zo, en hier het heuveltje op. Dat zou die best moeite mee kunnen hebben, dat weet ik nog niet.
het valt toch meer. Ik dacht dat dit er veel moeilijker mee had, maar het valt nog meer. Het is ook maar 11 ton, hè. Ik zeg wel maar. Maar hoeveel pk heeft deze vrachtwagen eigenlijk? 470, geloof ik. Maar dat weet ik niet zeker. Nou, wij moeten nog 286 kilometer, oftewel 4 uur, 4,5 uur afgerond. Wat je rechts onderin kan zien. Dus we gaan weer eventjes lekker een stukje rijden. Kijk, en hier is de brug weer. Waar ik de vorige keer bijna een ongeluk had gehad. Maar toen was het aan de andere kant. Want ik wil jullie namelijk het mooie uitzicht laten zien. Alleen dat ging niet goed. Want ik slinger een beetje. Maar ja, deze keer gaat het wel goed, hoop ik. Er komt er wel een auto van links. Of links van mij, moet ik zeggen. Dus we gaan weer eventjes verder. Dit zijn altijd verschrikkelijke weggetjes. Deze zijn zo smal en ik knalde net alweer bijna tegen de vangrail aan. En dat is niet de bedoeling. Het is wat. Maar ja, we gaan nou natuurlijk naar rechts, want vrachtwagens moeten altijd rechts rijden. En dan kunnen de auto's mee inhalen. En het is nou bijna 5 uur 's morgens. Het voordeel is dat wij zometeen, als het spitsuur is, dat we dan gewoon al een heel stuk op de snelweg zijn. Maar als het natuurlijk spitsuur is en we zijn in de stad, ja, dan ben je heel lang bezig. Wat we de vorige aflevering wel hebben gezien in Amsterdam. En hier is de grensovergang. Yay, van België. En we moeten wachten op de andere vrachtwagens en spul. Want die hebben namelijk voorrang. Want die komen namelijk van rechts. Dus ik denk dat we hier nog wel eventjes aan het wachten zijn. Denk ik, of niet? Dat valt toch mee, we komen een stukje vooruit. Nou, als hij gaat, ga ik ook, want anders moet ik heel lang wachten. En daar heb ik geen zin in. Oh yeah, help! Een spoorwegovergang. Gelukkig kwam er geen trein aan. Maar we gaan wel wat rustiger, want dit gaat natuurlijk blop, 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 blop. En anders gaat natuurlijk onze vracht kapot. En als het goed is, hebben we nog geen schade. Even afkloppen, want anders weet je het wel weer. Anders knal ik zo meteen weer ergens vol tegenaan. Ik ken mezelf. Wat ik trouwens ook eventjes kan doen, dat ik de webcam eventjes naar beneden doe, zodat jullie een beetje kunnen zien hoe ik erbij zit met het stuur. Dat kan ik wel eventjes doen. Zet ik hem eventjes op pauze, dan zal ik eventjes mijn... Is dat zo goed? Zo blijft hij eventjes staan. Dus dan kunnen jullie eventjes zien hoe ik een beetje met het stuur bezig ben. Alleen dit ziet er wel heel raar uit trouwens. Alleen dat stuur in plaats van mijn gezicht. En dat is niet de bedoeling. Maar goed, het is altijd wel eventjes leuk om te zien. En ik ga trouwens veel te hard. We mogen hier maar 60. Kijk, en zo zit ik dus de hele tijd. Zo zit ik de hele tijd lekker aan het sturen en lekker aan het lullen. Als we een stukje verder zijn, dan kan ik wel weer eventjes het beeld goed doen. Nou, hier komt dus de beste weg even met een en al zigzagjes. En het is ook 7 uur 's morgens, dus het begint een beetje spitsuur te worden. En dat is best vervelend. En hier is Luxemburg trouwens, zie ik nou. Dus we remmen hier eventjes een beetje af, want anders wordt het hier namelijk best gevaarlijk. En mijn webcam staat nog net iets te laag, maar goed. Dus dan kunnen jullie ook mijn microfoon zien. Maar ja, is niet zo heel erg, toch? Hier komen wij dus aan in Luxemburg. Luxemburg ontdekt! Wij moeten hier trouwens naartoe. Weet je wat trouwens wel leuk iets is? Dat we in Luxemburg dat ik een timelapse doe. Dan zeg ik gewoon niks, dan ga ik de tijd weer eventjes versnellen. Dus 3, 2, 1.
Dank u. En we zijn weer op de snelweg. Leningtermijn moesten we betalen van €2.888. Want we hebben natuurlijk een lening afgesloten. En die moeten namelijk weer... Die moeten trouwens hier naartoe, denk ik me nu. Oh. We hebben dan namelijk een lening afgesloten. En die moeten natuurlijk ook weer dagelijks... Normaal is dat natuurlijk maandelijks. Dagelijks moeten wij die afbetalen. Maar we zijn er bijna. We hoeven nog maar afgerond 65 km per uur. Kilometer. En dan zijn we er alweer. En hier is de grensovergang naar Frankrijk. We zijn nou in Frankrijk. François. Frans. Hoe je het ook wil noemen. Ik kan totaal geen Frans. Echt niet. Ook nooit gehad trouwens. Oeh, wat close. Wat doet hij dan? Zag je dat wat hij deed? Hij gaat in één keer zo. Ik gaf heel netjes aan dat ik naar de andere weg ging. En die knalde in één keer vol tegen mij aan. Jezus, daar schrok ik van. En hier is de afslag naar Metz. We zijn er bijna, jongens. En dan hebben we alweer... Hoeveel kilometer was dit nou? Geen idee. Maar ik, zoals jullie zien, ben ik al een keertje in Metz geweest. Dat komt omdat ik namelijk een keertje zelf een opdracht moest doen. Maar anders had ik de bank niet ontgrendeld. En toen ben ik ook van Amsterdam naar Metz gegaan, geloof ik. Iets in die geest. Maar voor ons zien jullie Metz. En dan gaan we onze vracht afleveren. Nou, en nu wachtende op het rode stoplicht. Want bij Pospet moeten wij onze vracht afleveren. Zoals je op de navigatie ziet. Daar rechts staat Pospet. En daar moeten wij onze vracht afleveren. En ik hoop dat wij direct kunnen afslaan. Blijkbaar niet, want het is het is namelijk rush hour. Oftewel, spitsuur. Of kunnen we er net langs? Oh, we kunnen er langs. Wat? Oh. Sorry. Schade 1%. Geweldig. Echt weer precies op het laatst. Moet er weer een ongeluk komen. Waarom niet? Hier aan de achterkant moeten wij onze vracht afleveren. Kijken of deze keer wel in één keer lukt. In plaats van al die struggles. Ik hoop het wel. Oh, nee, hij is niet helemaal goed genoeg. Bijna, even ietsjes rechter. Dat is toch net iets makkelijker. En wij krijgen er iets meer punten voor. Hoeveel gas? En wat is er klaar? Nou, vooruit. Oh. En afkoppelen die handel. Goed werk. Ja, dat komt door die schade. Stomme auto. Min €425. We zijn dus lage opleggers geleverd van Keulen naar Metz. Dus zijn we ook in Frankrijk geweest. Boete voor schade. Ja, ik zie het. En we zijn bijna op de helft van level... We zijn op de helft van level 3. En 1% schade. Maar goed, we hebben dus weer bijna succesvol een nieuwe vracht afgeleverd van Keulen naar Frankrijk. De volgende keer gaan we natuurlijk vanuit Frankrijk ergens anders naartoe. Ik hoop dat het deze keer wel in multiplayer gaat de volgende keer. Want vandaag was het te erg met alle crashes en doen. Dus mijn excuses daarvoor. Ik hoop dat het de volgende keer wel meer werkt. Als jullie dit een leuke video vonden, zullen jullie dan een blauw duimpje omhoog willen doen. Vergeet ook niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden voor meer Euro Truck Simulator, Farming Simulator, Minecraft en misschien wel soms andere games. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken en tot de volgende keer. Kalm!